In deze les gaan we aan de slag met de wetenschappelijke notatie. En de wetenschappelijke notatie bestaat eigenlijk uit twee delen. Je hebt een getal, dat kies je. En dat getal ligt tussen de 1 en de 10. En dan doe je keer 10 tot en met iets. En dat iets is een exponent. En die exponent is positief als het getal groter is dan 1. En die exponent is negatief als het getal kleiner is dan 1, maar wel groter dan 0. Dus je doet eigenlijk twee dingen, zoals ik net al zei. Hè? Dus je kiest een getal tussen de 1 en de 10. Je doet keer 10. En je berekent de exponent. Nou, ik heb twee voorbeelden. En ik heb dus een getal groter dan 1. Dat is dus 2400. En ik heb dus een getal dat ligt tussen de 0 en de 1. En dat is het tweede voorbeeld. Nou, laten we eerst eens even kijken naar die 2400. En die gaan we in de wetenschappelijke notatie zetten. Dan kies ik dus een getal dat ligt tussen de 1 en de 10. En ik hoop ook dat je begrijpt dat ik niet ga kiezen voor 5,7. Nee, ik ga kiezen voor 2,4. Dan doe ik keer 10. En die exponent is positief. Hè? Het getal is groter dan 1. En dan krijg ik, hè, want die komma die komt dus eigenlijk tussen de 2 en de 4. En dan ga ik even tellen. Het zijn 3 stappen. Dus boven de 10, de exponent is dus 3. Ga ik kijken naar het tweede voorbeeld. En dat is dus een getal dat ligt tussen 0 en 1. Ik ga dus kiezen voor de wetenschappelijke notatie. Een getal dat ligt tussen 1 en 10. Ik kies voor 9,1. Dan doe ik keer 10. De exponent zal negatief zijn. Het getal is immers, ligt immers tussen de 0 en de 1. Dus ik krijg een minnetje. En dan ga ik tellen. 1, 2, 3, 4. Nou, ga ik ook nog heel even aandacht besteden aan de grafische rekenmachine. Want stel je nou eens voor, ik wil het volgende berekenen. En dat ga ik intoetsen op mijn grafische rekenmachine. Dan krijg ik het volgende. En mijn grafische rekenmachine zet dus het antwoord al in de wetenschappelijke notatie. Want helemaal achterin, er staat dus E13. Dat betekent dus keer 10 tot en met 13. En helemaal voorin heb je dan een getal wat je dan kan gaan gebruiken voor je wetenschappelijke notatie. En als ik dan bijvoorbeeld ga afronden op 1 decimaal, dan krijg ik dus 3,7 keer 10 tot en met 13. En let even op dat golfje daarvoor. Nou, ik heb ook een paar voorbeelden op de volgende bladzijde. En die kun je natuurlijk zelf even doen. Maar je kunt ook eventjes blijven kijken. We gaan een aantal getallen in de wetenschappelijke notatie zetten. En ik begin met 455 miljard. Merk even op dat een miljard, dat zijn dus 9 nullen, dus dat is keer 10 tot en met 9. Dan ga ik een getal kiezen tussen de 1 en de 10. En ik hoop dus dat je ziet dat dat 4,55 is. Nou, ik heb al 10 tot en met 9, dus ik ga naar rechts tellen. Dus er komen dus 2 bij, dus dan krijg ik 10 tot en met 11. Nou, 126 keer 10 tot en met 4 gaan we in de wetenschappelijke notatie zetten. Dus dan krijgen we 1,26. Dat is immers een getal dat ligt tussen de 1 en de 10. Nou, we hadden al 10 tot en met 4. En er komen nog 2 nullen bij. Hè? Dus je krijgt 10 tot en met 6. Bereken en schrijf het antwoord in de wetenschappelijke notatie. En zo nodig rond je af op 2 decimalen. Nou, laten we kijken naar 0,3 tot en met 7. Dat tik ik in op mijn grafische rekenmachine en dan krijg ik het volgende. Nou, ik ga kiezen voor 2,19. Waarom doe ik dat? Het moet immers op 2 decimalen. Dus ik ga kijken naar 2,187. En dat zijn dus 3 decimalen. En als ik daar 2 van maak, krijg ik dus 2,19. Dan doe ik keer 10 en dan ga ik sowieso een minnetje krijgen, want het getal ligt tussen de 0 en de 1. En dan ga ik tellen. En ik tel in totaal 4 stapjes, dus tot de macht min 4.
We gaan kijken naar 225 tot de macht 3. Ik tik dat in op mijn grafische rekenmachine en ik krijg het volgende. Ik moet afronden op 2 decimalen, dus ik krijg 1,14. Keer 10. De exponent zal positief zijn en ik ga weer tellen. En dat zijn er in totaal 7. 7 stappen naar rechts. Dan krijgen we 1200 keer 55.000. En dat is een hele mooie afsluiter. Ik ga natuurlijk krijgen is 6,6 keer 10. En ik ga eventjes tellen tot de macht 7. Nou, hier laat ik het bij en dan hoop ik je de volgende keer weer te zien.